Dit is een heerlijke pasta, ideaal voor kinderen en voor door de week. Het kost niet zoveel tijd om te maken. Daarvoor verhit je olie in de pan. Daar gaat er gesnipperd uitje bij. En die bak je gedurende 5 minuten op laag vuur. En af en toe schep je dat om. Dan gaan daar de gekookte hamblokjes bij. Samen met de kastanje die je in plakjes hebt gesneden. En dat bak je ongeveer 3 minuten mee. Dan gaan er de tomaten uit blik bij. Dat kunnen tomatenblokjes zijn of gepelde tomaten. Die vervolgens grof snijdt. Dit laat je dan ongeveer 8 minuten inkoken. Ondertussen kook je de pasta beetgaar. Na de 8 minuten voeg je de cherry tomaatjes bij de handblokjes. Daar gaat kookroom bij. Je kunt ook eventueel slagroom gebruiken, maar dit is een lichtere versie. Dan draai je het vuur uit en verwarm je dat nog eventjes mee. Dan giet je de pasta af. Weer terug in de pan, dan gaat de saus op, draai het vuur wederom aan en dan warm je het nog ongeveer 30 seconden door. Dit gerecht maak je af met basilicum. Eet smakelijk!